Ja, ik dacht het ook dat hij rijk was. Hij is een van de rijkste mensen van Nederland. Zakenman en sinds een jaar ook mecenas. Weldoener voor de kunsten. Hans Melgers is de oprichter van het museum Moor in Gorssel. Hij bouwde het museum speciaal voor de kunstverzameling die hij kocht van de failliete bankier Dirk Scheringa. De eigenzinnige Gelderlander woont al jarenlang op landgoed het Onstein, een goed beveiligd privéparadijs in Vorden. Ter ere van het eenjarig jubileum van zijn museum mochten we langskomen om eens nader kennis te maken met deze drijvende kracht achter het inmiddels populaire Achterhoekse museum Moor. Goedemorgen. Zo, wat een uitzicht, meneer Melgers. Ja. Wat woont u hier fantastisch? Ik zeg welkom op het Onstein. Ja, welkom op het Onstein, zegt u dat wel. En wat een welkom hier met... Ja, de eenden. Eenden, ja? Ja. Op zo'n voorjaarsdag, is er al veel jong gut? Ja, er zijn wel veel pulletjes, ja. Maar die hebben het heel slecht gehad, want er is hier ook sneeuw geweest. Dit zijn de pauwen. Pauwen? Dat zijn de waakdieren van het Onstein. Ja, zijn die waars? Ja, die zitten dus s'avonds in de bomen en in die hoge eiken. En als er maar even onraad is, dan slaan ze aan. Dat zijn eigenlijk de beste bewakers, net zoals de ganzen van het Capitolen. Ja, ja, ja. Noemt u het eigenlijk landhuis of kasteel zelf? Nou, ik zeg landhuis, maar hier in de Achterhoek noemen ze het kasteel, ja. Ja. Maar het is een landhuis eigenlijk. En toen u het kocht, toen was het in ernstige staat van verval. Ja, toen was het een onbewoonbaar verklaarde woning. En ik ben nog een keer hier rondgelopen. En dan ben ik s'avonds, had ik een kleine borrel om het te vieren dat we het gekocht hadden. En toen ben ik nog door de vloer gezakt. En heb ik dus een 3 weken met krukken gelopen ook. Okay. Dus die start was een beetje moeilijk. Dat was inderdaad een lastige start. Ja, ja, ja. Nou ja, en u kocht het zelfs voor u doen toen, voor veel geld, of niet? Ja, het is eigenlijk een financieel onverantwoorde investering geweest. Want het was ongeveer een 91% van mijn vermogen toen. Dus het was eigenlijk een beetje jongensachtig, naïef dat ik dat gedaan heb. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Waar we ons nu bevinden, dit is een illegaal bouwsel geweest. Dat heb ik toch gedaan, want als je dus hier zonder balkon zit, dan moet je over die grachten terug. Dus, en dat heb ik dus ook, daar heb ik wel op een gegeven moment een standje voor gekregen, maar het is allemaal wel opgelost. Ja. Maar ja, het was vroeger natuurlijk veel, ik merk dat nou met Ruurlo. En ook met Gorssel, maar die autoriteiten zijn veel soepeler geworden en veel menselijker ook. Dat waren die had toch wel mensen met dictatoriale eigenschappen, moet ik zeggen. Dan mocht je bijna niks doen. En wat doet dat met u? Want hoe bent u met regeltjes? Bent u een geduldig mens? Ik wil niet zeggen dat ik dus alle regels aan mijn laars trap, maar ik ben wel altijd strijdvaardig om mijn eigen willetje door te zetten. Ja, ja, ja. We zijn rechtstreeks doorgelopen hier naar het balkon, omdat het soort lekker weer is. Maar zou ik nog een klein stukje van het huis mogen zien? Ja. We zijn zo snel doorgelopen. Ja, dat is prima, dan gaan we dat doen. Ja, want wat me nou direct opviel toen we hier binnenkwamen, was dit al, hè? Die plafondschilderijen. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is een heel apart verhaal. Mijn vriend Axel Vervoort, die is intussen ook al, ik geloof de 80 al gepasseerd. Die heeft dus op een gegeven moment in Argentinië heeft hij deze schilderijen ergens in een patricierswoning aangetroffen. En toen bleek dat ze uit de Mozes en Aaronkerk Amsterdam kwamen. En toen hebben we dus die laten restaureren. Is dit ook een beetje de kunstkamer? Ja, hier worden ook de concerten gehouden en zo. Ja, want dat doet u ook, hè? Ja, dat steeds het zijn huiskamerconcerten, is misschien een beetje een klein woord ervoor. Want het zijn 60 muzikanten die hier zitten dan. Ja, dat was het. Dat is heel vaak met Jaap van Zweden heb ik dat gedaan. Die tijd toen ik Jaap heb leren kennen, toen hebben we dus op een gegeven moment hebben geïnteresseerd voor violen. En toen heb ik inderdaad een collectie opgebouwd.
En we hebben nu deze violen in bruiklijn gegeven aan het Concertgebouworkest. Ja, dus daar wordt ook echt op gespeeld? Ja, daar wordt echt op gespeeld, ja. En is het dan voor u echt in dienst van de kunst? Of bent u zakenman genoeg om te zeggen, het is natuurlijk ook een investering? Het is een belegging. Maar dat hij het Concertgebouw erop speelt, dat is gewoon, dat is gratis dan natuurlijk. Ja, want dat doet u als liefhebber wel plezier dan. Ja, want ik heb natuurlijk intussen mijn schaapjes enigszins op het droge, dus ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Ja, en dan zegt u het zachtjes. Ja. Kijk, als je dus op een gegeven moment op een moment komt dat je zegt, nou kijk, ik ga nou minder werken en dan valt er wel een gat dus. En dat gat is dus ook gevallen, want toen ben ik gaan borduren. Ik heb ook nog een hele antieke stoel heb ik gemaakt, dat kan ik u ook nog wel laten zien. En maar hoe kom je daar? Hoe komt u dan bij dat borduren? Was u dat aangeraden of zo? Ik was vroeger punniken en zo en borduren was ik op school erg goed bij. Ja, niet dat ik... van een andere seksuele richting bij Bart. Nee, maar dat hoeft dus kennelijk ook niet. Nee. Nee, maar u zegt... Nee, dat was een hobby. Ja. En u had het nodig op dat moment? Ja, want ik was helemaal alleen en ik heb dan op een gegeven moment... Om een beetje tot rust te komen. Toen kon ik er maar niet mee ophouden, maar nu borduur ik er weer. Ja. Dat is... Is dat die? Dat is de stoel die ik heb geborduurd. Daar heb ik een jaar en twee maanden over gedaan en toen had ik nog een klein voetenbankje nodig en dat heb ik via internet nog na zwaar onderhandelen met iemand uit Dokkum heb ik dat nog verworven. wat een werk. Ja, dat is verschrikkelijk uittellen. Dat is een Duits motief is het. Ik kan u dit nog laten zien van de Holland-Amerika-lijn, dat is een hele oude postzak. Dat is ook nog van voor de oorlog. Want u weet dat ik nog een aandeelhouder ben van de... Ja, want op het moment, u heeft natuurlijk bij Melchemie gewerkt, het oorspronkelijke bedrijf van uw vader, wat u heeft overgenomen. Klopt. Ja, klopt. Bent u op jonge leeftijd eigenlijk mee gestopt, hè? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar als je in zo'n Holland-Amerika-lijn stapt, dan ben je al een vermogend mens natuurlijk. Want daar ga je niet met een paar honderd euro of guldens toe nog investeren. Nee, dat klopt, maar... Het was in die tijd, het is wel, op het moment dat ik daarin geïnteresseerd raakte, was de koers wel erg laag ook. Want de hal die was net aan het reorganiseren, die had al zijn cruiseboten verkocht. En Martijn van der Vorm, dat is de grote motor achter de hal, die heeft dus hele andere richtingen gekozen voor investeringen. En ik kwam er al snel achter dat hij het steeds beter deed dan ik. Dus ik denk, dan hoef ik ook het wiel niet meer uit te vinden. Nee, ik ga er wel in mee. Ja. Nou ja, het is natuurlijk prettig om vermogen te zijn. Maar het heeft ook zijn nadelen. Want het is ook je komt er toch wel erg veel in de publiciteit. En dan krijg je dan gauw dat ik dus... rijke stinker genoemd worden en dergelijke dingen. Dus wat dat betreft is het maar is dat vervelend? Nederlandse publiek nou niet zo erg... meegaand. Nee, dat is toch wel teleurstellend, ja. Ja, dat merk ik ook met de Brits Club dus. Ik heb nou een Brits Club, die is dus al 4 jaar achter elkaar het is kampioen van Nederland geworden. En daar heb ik toch wel veel dat Britsers dus op een gegeven moment meesmuilend het hebben over... daar heb je de rijke kasteelbewoner tussen aanhalingstekens. En ik heb dan wel dat ik daar toch wel... Wel pissig worden dat je dus op een gegeven moment dan terwijl je dus gewoon niks misdaan hebt, dat je daar voor joker wordt gezet. Mm. En dat is dus ook wel low level. En dat is met name Facebook en al deze moderne communicatiemiddelen waar dus op een gegeven moment veel bagger wordt verkondigd. Daar heb ik dan wel volledig de pest in. Inmiddels 78. Ja. Dit is uw werkkamer. Bent u nog veel aan het werk? Ik ben nog wel veel aan het werk. Ik moet me wel eventjes excuseren dat het hier een grote rotzooi is. Omdat ik met vakantie geweest ben. En dan is het op een gegeven moment, dan komt er zoveel post binnen dat ik dus
daar even niets aan doen. Maar het is niet mijn normale de wijze van werken dat ik hier zo rommel op ben. Nee, maar ik vind een heel opgeruimd bureau vind ik ook altijd verdacht. Dan denk ik, zijn ze wel echt aan het werk? Ja, nou, dat is wel zo, ja. Ja. Maar als u zegt, ja? Ik ben nog wel aan het werk, want u bent druk met de musea, hè, al jaren inmiddels. Maar met uw eigenlijke business, zaken doen, handelen, bent u daar nog druk mee? Nou, dat gaat dus eigenlijk alleen maar om de verbinding die ik heb met met meneer Albert Harting. Dat is dus die is dus directeur en die werkt ook in het museum bij Moor. En dat is eigenlijk de man die de beslissingen neemt. Maar ik heb wel regelmatig overleg met hem. Toen ik die bedrijven had, had ik wel een meer sociale leven, moet ik zeggen. En het is nou dus wel enigszins teruggetrokken, maar ik voel me hier in ieder geval happy en ik doe nog allerlei leuke dingen die ook in de hobby-sfeer zitten. Ja. Mag ik even de telefoon opnemen? Ja, zeker. Gaan. Oké. Ja, hallo. Hallo. Nou, er komt helemaal niks. Oh, Albert, hallo. Ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, ik had het net over jou, want we zijn met een uitzending bezig voor TV Gelderland, ja? Nee, maar goed, maar zeg maar wat wil je vragen? Dat is goed verlopen in die zin dat we dat niet voortzetten. Ja? Ja? Ja, klopt. Ja, klopt. Jo, doe. Ja, dat had je, Albert. Ja, nou, dat zal je altijd zien als je over iemand hebt. Ja, ja, ja. Ja, dit was weiland en daar hebben we een natuurgebied van gemaakt. En wij zagen ineens dennen verschijnen. En die hebben die zaden laten onderzoeken. Die waren honderden jaren oud. En dat is dan op een gegeven moment gewoon. Dit is gewoon het teruggeven aan de natuur. En dat zaad, dat kan dus eigenlijk die kiemkracht. Die blijft nog, duizenden jaren blijft het nog zo. Dus dat het toch. Maar ja, dan moeten de condities toevallig goed zijn. Dus het is puur toeval dus. Ja, ja. Nou, ja, en dat hadden we ook niet voorzien. Hoe loopt u hier nou rond als u hier loopt? Want u bent de landheer, zal ik maar zeggen. Hè? U bent, dat probeer ik te zijn, ja. Dat probeert u te zijn. Maar voelt het ook zo als u hier het is natuurlijk wel dat je daar. Ik voel me hier natuurlijk senang, laat ik zeggen. Ik voel me prettig hier. En dit is natuurlijk wel, hier zitten mijn roots eigenlijk. Ik vind het heerlijk om hier op Onsen te wonen en ook heel oud te worden. En ik geloof dat het gaat lukken. Was u als kind eigenlijk ook al zo'n buitenmens of niet? Ik was dan wel op van die kleine visjes aan het vissen, al toen ik 5 jaar was, geloof ik. Waar ging u als jongetje vissen dan? Want u heeft natuurlijk vanaf op uw derde bent u naar gekomen. Ja, ik heb daarnaast Brombeek gewoond en dan in het Broek daarbij waar die sportvelden waren. Nou, daar heb ik toch wel heel wat snoek gevangen en zo. Ik heb ook een landgoed gehad in Namibië, maar dat heb ik weer verkocht. Aan degene waarvan ik het gekocht had. Dat was ook wel mooi. Dat was ook mooi voor de jacht. Daar waren ongeveer 21 verschillende wildsoorten. En dan kon je dat zelf bepalen hoe je daarmee omging. En dan schoot u hopelijk wildsoorten die je kunt eten en niet zomaar een leeuw of een olifant. Nee, leeuw zou ik nooit schieten. Dat vind ik walgelijk. De leeuw. Je moet altijd weerbare dingen schieten. Want leeuwen, dat vind ik gewoon, dat vind ik patsers die dat schieten. Ja. En met name Amerikanen die gaan op een gegeven moment gigantische bedragen neerleggen om een leeuw te schieten. Die hoort in de gevangenis thuis, zo'n man. U zegt net no show bij mij, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Oh, daar gaat een fazant voor hem. Ja, die had ik niet gehad, want die gaat te hoog. Die gaat te hoog, die fazant eraan. Ja, ja. Maar als u zegt no show, je ziet u bijvoorbeeld ook nooit op rode lopers of zo. En dat is natuurlijk wel vaak dat vermogende mensen uitgenodigd worden bij grote evenementen. Ja. Houdt u daar niet van? Nee, ik blijf toch altijd wel een beetje dus in de backorder. Maar je hebt dus op een gegeven moment, je hebt heel veel in het Westen en zo. Hebben we veel uitnodigingen van modeshows, dat is wel leuk, met Ronald Collard. Maar er zijn zoveel dingen, bijvoorbeeld de eerste haringparty en zo, dat, 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 dat,
Dat eet ik liever hier aan het kaapje. Ja, ja, dat hoeft er niet zo nodig te zijn. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Nee, nee. Nou, dat is denk ik de zoveelste rit al voor u, van Vorden naar Gorssel, naar het Museum Moor. Het is een heel druk traject geworden, want het is of het een of het ander. Maar, want u wist natuurlijk niet waar u aan begon, u had dit nooit eerder gedaan. Nee, als u nou terugkijkt, is het te veel geweest? Nou ja, het was dus op een gegeven moment aan het einde van de bouw van Moor was het wel hectisch, dat ik er op een gegeven moment... laten we zeggen, voer naar bed moest, want dat kon mij niet meer volhouden. Maar ik heb toch wel veel lol ervan gehad. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, het was een uitdaging. En als je A zet, dan moet je B zeggen natuurlijk. Ja, het was heel veel improviseren. En vooral, je zit ook met, behalve dus met de inrichting van het museum en het apparaat, hoe het werkt, zit je natuurlijk ook met het personeel aannemen. Want ik heb dus ook met Monique samen het hele personeel... dus geselecteerd. En daar ging verschrikkelijk veel tijd in zitten. Want er was op een gegeven moment, ja, als je een schriftelijke sollicitatie krijgt, ja, dat zegt niks. Je moet die mensen zelf kennen en daarmee kennis maken. Ja. En dat is wel allemaal fantastisch gelukt, hoor, dat we de goede mensen daar gezocht hebben. Ja, dat is behoorlijk pittig. Maar is het ook wel een beetje typisch voor Hans Melgers dat u zo dicht erop bent blijven zitten? Er zo druk mee bent geweest? Want u had ook kunnen zeggen, ik huur een aantal professionals in. Doe je dit maar? Nee, daar word ik onrustig van. Nee, ik wil toch wel graag de touwtjes in de handen houden altijd. Ja. Ja. En het is bovendien een terrein wat mij vreemd is. Dus ik zit toch wel met de conservator af en toe een beetje elkaar in de haren en zo. Ja, ja, want hoe moeilijk is dat als je eigenaar / baas bent? Ja. En het eigenlijk voor een deel aan de conservator moet overlaten? Ja. Ja, die mensen zijn toch in de ambtelijke sfeer opgegroeid. En dat is natuurlijk zo dat ik ben dan... Ja, toch wel een afwijkend figuur die dan de aanpak anders wil en zo. Deze straat, meneer Melgers, die was van de gemeente. Maar nu is die van u, of niet? Ja, het is de Allee HD geworden. HD, ja. Het HD-laantje. Ja, HD-laantje, Waar staat HD voor? Ja, dat zijn mijn voorletters, Hans Daniel. En dat is, mijn vrouw heeft me dat aangeboden. Dat was een hele eer. En ik vind het toch wel leuk. Ik ben niet zo ijdel, maar ik vind het toch leuk dat het gebeurd is. Ja, 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 ja. Het is wel bijzonder dat u dit heeft kunnen kopen, want er zijn maar weinig gemeenten die stukken wegverkopen. Ja, dat klopt. Maar ja, er heeft wel een... Nou, ik wil niet zeggen een engeltje op mijn tong gepiest, maar ik heb wel hele erg prettige mensen ontmoet van de beide gemeentes, moet ik zeggen. Want daar heb ik geluk mee gehad. Ja. Het geldt zowel voor Gorssel als voor Ruurlo. Ik heb nu echt op hoge leeftijd pas respect gekregen voor ambtenaren. Ja, dat is fantastisch. Dat is allemaal heel erg prettig gegaan. Nou ja, dan heb ik er ook lol in en daardoor heb ik ook op een gegeven moment ben ik zo gek geweest om met twee objecten te beginnen. Dit boompje loopt ook nog uit. Ja. Ja. Het was op het moment dat ik die uit het faillissement dat gekocht heb, toen was er nog helemaal niet het idee dat ik een museum zou gaan bouwen. Want ik denk, nou ja, dan is in ieder geval die kunst is behouden gebleven voor Nederland. En ja, toen kwam natuurlijk van het een en het ander. Toen zei je, ja, waardoor ik ga dat niet ergens op zolder stallen. Iedereen moet het zien. En toen is het, losgekomen. Het is bijna een jaar open nu, hè? Nagenoeg een jaar. Ja. En u heeft de 100.000ste bezoeker al gehad. Ja, het is geweldig, hè? Ja, het is eigenlijk helemaal niet voorspeld ook. Nee, 60.000 zei u, dan doen we het goed. Ja. Nou, ik was eigenlijk, de opzet was 50.000 per jaar te halen. Maar ja, goed, het is natuurlijk, er blijkt dus wel een gat in de markt te zijn eigenlijk voor dit soort kunst. En ik moet zeggen natuurlijk ook de wijze waarop het museum gebouwd is en de hele manier waarop Ipe Koopmans dus de tentoonstelling opgezet heeft. Ja, dat is allemaal wel professioneel geweest natuurlijk. Ja. Als ik u zou vragen, omschrijf Hans Melgers eens. Wat is het voor man? Het grappige is dat toen ik op sollicitatiegesprek bij hem kwam, dat hij toen vroeg wat mijn sterrenbeeld was.
En ik ben stier. En toen vroeg hij, wat ben je? Een aprilstier of een meistier? Een aprilstier was ik. En dat is hij ook. En hij is echt een typische stier. Gemoedelijk. Ja. Hij is denk ik ook een tikkeltje ijdel. En hij is ook zeer gul. Wat hij hier voor de achterhoek gedaan heeft, is natuurlijk helemaal fantastisch. Hij zal ook zijn zegje erin willen hebben. Is dat lastig werken voor u? Want dat is natuurlijk wel een nieuwe situatie. Dat is de ene keer makkelijker dan de ander. Het idee van wisseltentoonstellingen, daar moeten we nog aan wennen. En als u dan als kenner, als de man met de kunde, zullen we maar zeggen, dat probeert duidelijk te maken, zijn dat dan lange gesprekken? Nee, het zijn meestal niet zulke lange gesprekken. Hans Melchers is niet iemand die echt hele lange gesprekken voert over dit soort dingen. Dat gaat ook heel erg intuïtief. Maar hij laat zich wel overtuigen uiteindelijk? De ene keer wel, de andere keer niet. Hetzelfde geldt bij aankopen. Dus af en toe doe ik een voorstel en daar ziet hij dan niks in. Een andere keer doe ik een voorstel en dan wil hij veel verder gaan met bieden dan dat we hebben afgesproken. Hier zie je twee hele chique Amsterdamse dames. En het bizarre van het schilderij is dat toen hij dat af had, toen hij het wilde overhandigen, dat dus de echtgenoten van die dames dus een bezwaar maakten dat ze somber was. En toen heeft hij dus nog een raam erin gemaakt. Oh. Ja. Heeft u voor uzelf al een verklaring ervoor wat nou uiteindelijk het succes is? Ja, ik denk dat het toch met name in de Achterhoek, dat er dus weinig kwaliteit was qua museum. Een bezoeker. In die zin dat ook Arnhem, ja, die heeft een prachtige collectie, maar die kan het niet tonen, want die moet nou gaan verbouwen voor 10 miljoen, geloof ik. Hè? Dus ja, dat is toch een beetje ingeslapen geweest allemaal. Ja, ja. En ik moet zeggen dat in Opmeer was het natuurlijk ook, bij Scheringa was het wel een beetje primitief gedoe eigenlijk. Toen heeft hij nog later dat grote rode gebouw neergezet. Ja, dat was natuurlijk te laat allemaal. Ja. Er waren eigenlijk twee grote kopers op de kunstmarkt. Op de kunstmarkt in Nederland. Dat waren twee heren die dus regelmatig de veilingen afgingen. En die hadden de gewoonte om alsmaar tegen elkaar op te bieden. En dat was dus Dirk Scheringa. En dat was meneer Cordia. En meneer Cordia die had ook een museum daar in Rotterdam. En deze heren hebben het gepresteerd om op een veiling van Christie's. Dat schilderij was toen ongeveer een 5 ton waard. Die zijn zo ver gegaan dat een van de heren heeft het voor 1 miljoen gekocht. En zo hebben ze dus een grote kardinale fout gemaakt door die markt op te peppen. Maar dat was natuurlijk niet erg intelligent. En dat is dus op een gegeven moment. Dat moet je natuurlijk met zo'n small market als in Nederland moet je niet op een gegeven moment met elkaar gaan opbieden. Dan kan je beter een pilsje gaan drinken en een afslag maken. Ja. De naam is nou gevallen, hè? Dirk Scheringa. Ja. Heeft u hem nog wel eens ontmoet na die tijd, nadat u het heeft overgenomen? Nee, ik heb hem niet ontmoet. Ik heb wel telefonisch contact met hem gehad. En mijn echtgenote heeft ook wel een sympathieke brief van hem gehad, want die hebben nog wel contact. Maar ja, het is natuurlijk, het is wel erg tragisch dat zoals gebeurd is. Ja, het was heel traag, want hij verzamelde waarschijnlijk ook als investering, maar ook omdat hij een liefhebber was. Ja, zeker. Wat vindt hij ervan, wat u er nu mee doet? Ja, daar is hij positief over. Ja, ja. Maar ik zal, ik heb gevraagd of hij nog een keer langs kwam, maar dat is natuurlijk, je moet het zo'n proces een beetje verwerken. En dat is wel, het is wel jammer dat je dus zoiets van start ben gegaan en het is mislukt. Ja. Maar ongetwijfeld zal hij een keer op bezoek komen en hij is van harte welkom. Dus, want hij is dus met deze collectie begonnen. En je moet hard achter Hans altijd aanhollen. Hij is niet alleen sneller dan het geluid, maar eigenlijk sneller dan het licht. Dus dat betekent dat je met hem heel snel moet denken, heel snel moet schakelen en hij neemt heel snel beslissingen. Dat heb je ook hier gezien in Gorssel. Dat binnen een week was het rond. Toen we zagen dat dit gemeentehuis te koop was en dat het ook een museum mocht worden, was het in no time geregeld. En dat heb je met Hans. Als je bij hem iets ziet van dit gaat het worden, dan wordt het het ook. Elke jaar heeft het over het haas, maar hier staat de haas, dus het is niet goed. Nee. Je kan ook beter niet het haasje zijn.
Maar het is wel een prachtig doek en vooral dat mooie buikje wat je ziet. Sinds u in de kunstwereld bent, hè, want dan mogen we nu best zeggen van u. Ja, oké. Okay. Wat is u opgevallen als zakenman? Ja, kijk, als je een museum directeur bent of je leidt een museum met korte ei, dan moet je wel dus zorgen dat je dus een going concern hebt. Ja, dat klinkt een beetje geforceerd, maar je moet wel steeds naar vernieuwing streven. En wat ik nou te vaak zie, dat musea dus jarenlang op hun kunstbezit blijven zitten, maar nooit iets verkopen. En ook nooit, of ze kopen wel, maar ze verkopen nooit. En dat is natuurlijk niet goed. Je moet wel een onderscheid maken dat je zegt, nou ja, die doeken, dat is zijn toch... Ja, dat vind ik toch wel zwakkere doeken, die ga je dus verkopen en met de opbrengst ga je weer mooie dingen kopen. En het zijn ook wel vaak erebaantjes van museumdirecties en dat het een toch neiging heeft tot oudbolligheid. Ja. Maar ja, goed, ik ben zelf al vrij gevorderd qua leeftijd, maar ik mag dat misschien niet zeggen, maar ik hoop ook niet dat iemand zich daaraan stoort als ze deze uitzending zien. Maar er mag wel wat meer handelsgeest komen. Dus ja. Wat mij wel een beetje beangstigt is dat er toch heel veel museumbezoekers zijn die dus bejaard zijn. En dat komt ook een beetje door mijn eigen wijsheid dat ik niet meteen die museumjaarkaart heb ingevoerd. Maar ik heb dat meteen wel bij de start willen doen. Maar toen werden die condities die museumjaarkaartmensen vroegen, die waren zo rigide dat ik dus op een gegeven moment daar gezegd heb, nou ja, maar ik ga niet op een gegeven moment als allerlei musea dus voor tonnen en soms miljoenen subsidie krijgen, dan ga ik doe dat niet mee. Dus ja, goed, het is in ieder geval zo dat... Het is nu met de museumjaarkaart is het opgelost. Dus vanaf juni is iedereen van harte welkom. En sorry dat we het niet eerder gedaan hebben. Ja. Ja. Hij heeft van begin af aan gezegd, ik doe dit omdat hij die collectie nu helemaal gekocht had. Ja. Maar ook omdat ik graag iets wil terugdoen voor de Achterhoek. Ja. Is dat ook typisch Hans Melgers? Dat is typisch Hans. Als hij je dankbaar is, dan doet hij zoiets? Absoluut. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Klein en groot. Hij doet heel veel waar je nooit wat van hoort, maar hele goede dingen. En dat kan hij zich ook permitteren, maar hij laat het ook niet na om het te doen. Die vind ik heel erg mooi, ja, met die Zeppelin. Ja, die is heel erg mooi, ja. Dat is wel zo'n bijzonder... Ja, dat is een mooi werk. Het museum hier, Moor, in Gorssel, is voltooid. Ruurlo komt eraan, over een jaar, als het goed is. Denkt u wel eens bij uzelf, wat zou ik nog meer kunnen doen voor de Achterhoek? Ik geloof dat je de Achterhoeker geen plezier ermee doet om moderne zaken daar te importeren. Want ze zijn altijd van het principe KWW, dat ik wil eerst eens weten wat het is. Ze geven hun vriendschap niet meteen. Ik vind het ook wel charmant dat het Achterhoeker zo achterdochtig is. En ik geloof dat je ook niet de ziel en de geest van de Achterhoeken moet willen veranderen, want dat is zoals het nu is goed. Maar ze zijn van KWW, wat betekent dat? Ja, kieken wat wordt. Oh, oké. Okay. Kieken wat wordt, ja. Altijd de katten de bomen kijken. Het duurt heel lang voordat je vriendschap hebt. Je kan een zware borrel drinken, maar dan zeggen ze nog, ja, dat zegt hij nou, maar ik wil het nog zien en zo. Ja, dus altijd terughoudend. Maar als het schaap over de dam is, dan is het een vriendschap voor het leven. Ja, ja. En dat weet u ook wel, want u zit hier al zo lang. Heeft u echt ook vrienden in de Achterhoek? Ja, zeker. Ik heb heel veel vrienden in de Achterhoek, ja. Ook, en niet alleen dus burgemeesters, maar ook mensen, de jagers of boeren en zo. Ik kan over het algemeen goed met Achterhoekers opschieten. Ik voel me daar lekker over. Nou, dit is dan het volgende project, hè, Moor. Kasteel Ruurlo. Ja, precies. Een imposant gebouw. Even kijken, een beetje over het imposant gebouw. Ja, de brug, dit is One Bridge Too Far, want die staat op het punt om verrot in elkaar te zakken. Die is slecht, echt. Die is slecht. En we hebben dus nu een nieuw ontwerp, ook van Hans van Heeswijk deze keer. En het is een glazen brug met riet- en waterlelies. Dat is niet helemaal zichtbaar hier. Ja, dat is een hele chique zaak.
En het is, ik ben er erg blij mee, want dit kon gewoon niet meer. Mogen we er nog wel over lopen? Ja, tuurlijk. Zullen we naar binnen gaan? Ja, doe het. Ja, doe het. Het is ook wel weer een unieke locatie, hè? Ah, ja, maar als jongen was ik altijd een beetje verliefd op dit kasteel, dus. Oud met nieuw. Ja. En stel wat bij Moor is natuurlijk. Maar hier komt dan het werk van Willink te hangen. Ja, in allerlei kamers komt het te hangen, ja. Kijk, dit is dus nog marmer wat dus tevoorschijn is gekomen, want het was allemaal gestuukt. En er bleek marmer onder te zitten. Nou, hier is de raadzaal, de oude raadzaal. En dat wordt de trouwzaal dus. Oh ja. En ik heb gesolliciteerd dus ook om dus ambtenaar burgerlijke stand te worden. Maar alleen vanaf mijn 80ste jaar. Oh, en dan wilt u zo hier wel huwelijk willen sluiten? Ja, dat wil ik wel. Is dat serieus? Neemt u me voor de gek? Nee, dat is serieus. Dat is serieus. Ja. Wat een leuk. Een nieuwe hobby erbij. Ja, nou dan. Ik kan me een leuk verhaal erover vertellen. Hè. Bovendien, zo'n bruidspaar moet je wel op zijn gemak stellen. Maar ik heb ook een leuk bootje hier. Dat is het originele bootje waar je in kan zitten. En dat moet gerestaureerd worden. En dan gaan we hier trouwen lopen. Dan ga je met het bruidsbootje, in het huwelijksbootje. Ja. Wat leuk. Ja. Ja. Wat ik mij afvraag, als je nou zo vermogend bent als u, hè, zit je dan ook de hele dag te kijken naar de koersen en naar wat de aandelen doen en eigenlijk een beetje je geld in de gaten te houden? Nou, dan moet je niet te veel doen. Maar ik kijk toch wel altijd even s'avonds voor het slapen gaan hoe de hal gesloten is. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ik ben niet de hele dag bezig met doeken. Maar hoezeer houdt u dat bezig? Want als je veel hebt, heb je veel te verliezen. Is dat iets wat u regelmatig door het hoofd schiet? We zijn nu vermogend, maar het kan ook misgaan, zoals u net zegt. Ja, maar daar ben ik niet zenuwachtig over. Nee. Maar ja, goed, dan zal ik wel goedkopere wijn moeten drinken dan. Maar ik doe het zo graag, hoor. Maar dat geld zegt niet veel, hè. Het is leuk als je het hebt, maar het leven bestaat daar niet uit. Laat ik u één ding voorleggen. Er is de grote miljardairs in deze wereld, Gates en Warren Buffet. Ja. Die hebben allemaal gezegd, voor onze dood gaat de helft van ons kapitaal naar de mensheid. Dat is nogal een stap. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat vind ik helemaal niet zo slecht, eigenlijk. Ja, nee, maar ja, dus hoe kan je dat op een gegeven moment... Kijk, je moet nooit na je dood gaan regeren, want dat lijkt me het meest stomme wat je doet, want het kan namelijk helemaal niet, want op een gegeven moment dan gaat het heel anders lopen. Maar ik vind wel dat je dus dusdanige plannen moet hebben, dat je dus voor jezelf het gevoel hebt dat je dus, dat dan met het vermogen iets positiefs voor de mensheid gedaan wordt. Nou ja, goed, daar ben ik wel mee bezig en... Dat komt dan wel goed uit de verre, geloof ik. Ja, zeker met wat u nu al gedaan heeft, nu nog op deze aarde bent. Maar toch even vooruitkijkend, want er komt een moment dat u er natuurlijk niet meer bent. Nee. En wat gebeurt er dan met dat kapitaal? Ja. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, dat is wel in mijn testament vastgelegd allemaal. Ja. Ja, ja. dat moet je ook wel doen dan natuurlijk. Hè? Want het leven is heel betrekkelijk. Het kan zomaar afgelopen zijn. Ja. En dan komt naar buiten dat verhaal over die Panama Papers. Ja. Allemaal bedrijven die zich daar gevestigd hebben. Ja, ja. Is dat vals spelen of is dat slim? Nee, dat vind ik toch wel vals spelen. Ik vind dan moet je op een gegeven moment ook weggaan uit Nederland. Maar je kan niet hier profiteren van de maatschappij en dan... Ja, dan ook op een gegeven moment nog van die geintjes uithalen. Ja, dat vind ik niks. Nee. Eerst ben ik naar België gegaan. Toen ben ik nog even heb ik met Curaçao gelonkt. Toen ben ik nog in Luxemburg geweest. En tenslotte heb ik een deal gemaakt dat ik hier gewoon in Nederland ben. En ik voel me happy. Uiteindelijk de Achterhoek boven alles. Ja, de backorder. Die geeft je ook geestelijke rust. Ja.